Toen ik nog een kind was, wilde ik altijd een hond worden. Tot op een keer een tante tegen me zei: "Waarom een hond? Er zijn zoveel dingen die je zou kunnen worden." Maar ik kon niks anders bedenken. Dus vertelde ze mij: "Alle boeken die je kan voorstellen heb ik gelezen. En één ding heb ik van al die boeken geleerd. Toen God ons allemaal creëerde, heeft hij ons één ding achtergelaten. Een geheim dat alleen de meest nobele man mag weten. Dat is de kracht van de verbeelding. God stelde zich de aarde voor en creëerde die. Hij stelde zich ook de mens voor en creëerde deze. Dus stel je maar iets voor en maak dat mogelijk."